Het nieuws dat de aftrap voor de Koningsspelen in Enschede plaatsvindt, en wel in de school hier achter mij, dat kwam als een verrassing. Voor de ouders en natuurlijk voor de kinderen. Maar niet voor de directie van de school. Zij wisten het al voor de paasdagen, maar mochten niks zeggen. En ook nu mogen ze nog niks zeggen. Voorschriften van de Rijksvoorlichtingsdienst. Maar voor de kinderen en de ouders die vandaag om 12 uur op het schoolplein stonden, was het feest er niet minder om. Ja, ik kreeg het opeens te horen. Nou, mijn zus die zei zo, de prinses Maxima komt bij jullie op school. Ik dacht, nee, dat is niet waar. Dan kwam ik vandaag op school en dan zei mijn juffrouw dat. Ja, wat denk je dan? Ik dacht, 1 april grap ook eigenlijk. Ik dacht dat het heel leuk was. Maar jullie moeten nog iets heel moois gaan maken, denk ik. Hè? Iets zingen of zo. Ja, dat denk ik wel. Heb je al iets gehoord? Wij zijn nog bezig met de Klaas. En heeft ze nog gezegd waarom ze hier beginnen? Nou, omdat Johan Cruijff, ja. Omdat het veld hier nieuw is en alles. 2 scholen naast elkaar. Daarom, denk ik. Ik denk dat is een grap, 1 april. Maar het blijkt dus echt waar te zijn. Ja, mooie opsteker, hè, voor de school. Ja, zeker weten. Ja, fantastisch bericht, absoluut. Uniek, ook zo vlak voor de kroning. Het is geweldig, hartstikke mooi. Blije reacties op het schoolplein in Enschede. Ze zullen liedjes gaan instuderen, wellicht een toneelstukje. Maar er moet ook buiten nog van alles gebeuren. Want de hekken, zoals ze hier staan, die moeten natuurlijk ook nog even weg.